Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben Karen van der Werf. En ik ben Roderick Staal. En het is vandaag 4 oktober, de Nationale Dierendag. Ja, ik heb er één die jarig is. Ja, ik ga haar even in het zonnetje zetten. Ik vind ze helemaal niks. Ik wou net al haar knuffelen, maar ik kreeg dat als een cadeau. Dat zien jullie nou niet. Hi meisje. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, nou ben je een beetje onscherp. Ja. Ja, gefeliciteerd meisje. Ja. Ja. Nou, zij is lekker jarig vandaag. 10 jaar is hè? Ja. Ze is vandaag precies 10 jaar. Ja. Ja, 10 jaar vandaag. Ja. Dus ja, dan zeggen we wij weer heel veel kijkplezier gewenst. En ik ga mijn haar nog even doen. En dan mag ik rapido naar niet wel. Heel graag naar school. Ja. En hij mag ook zo meteen. Hey, kleine. Hey. Kleine. Jo, kok. Nee, kom. Wat? Wat? Kleine meid. Jarige Joepje. Nu ben je jarige. 10 jaar is vandaag, hè? Ja. Ja. Ben jij al jarig? Ik nog niet, nee. Nog niet. Duurt nog even. Hij wel. Ja, en opa is jarig en die er helaas niet meer is. Roy is ook nog niet jarig. Nee, die is net jarig geweest. Ja. Ben je nog een beetje lief dan? Vast dan.
zeggen ze. Denk het. Ben jij lief? Misschien ook niet. Nou, daar ga ik even over nadenken. Of jij nog lief bent. Denk er eens over. En dan hoor ik het fijn. Of niet. Ja, dan ben je niet lief. Ben ik dan niet lief? Ja, dan ben je niet lief. Dat is mooi. Hou we zo. Ja. Een hele goede avond deze avond. Het is alweer 7:10 in de avond. Ja, het gaat hard. Het is alweer een beetje schemerig aan het worden. Hier in huis. Alleen, je merkt het buiten nog niet. Maar binnen huis is het wel. Maar we hebben alweer weer het een en het ander opgehaald voor de bruiloft. Waar we vanavond slash morgen weer mee bezig gaan. Ja, en ik neem jullie even gezellig mee. Dat is ook weer hoog. Daar heb ik niks aan. Even kijken, ik zet jullie even neer. Ook een handige. Ja, kijk, nou zijn jullie erbij. Wat ik al zei, we hebben weer het een en het ander gehaald. Hele mooie. Rode roosjes. Rode roosjes. En daar heb ik nog één van. Nog één van. Even kijken. En we hebben hele mooie. Witte roosjes. Ja, daar heb ik nog één van. En nog één. En die even daar naartoe. Die even daar naartoe. Is voor jou. Is voor mij. Ja. Die is lekker. Die is ook lekker. Ja. Die is ook lekker. Die is lekker. Die is lekker. Gooi het daar maar neer. Doe ik altijd. Daar even naartoe. En we hebben cable rips, dus tie rips. Daar zit eventjes 1000 in. 1000? 100. 100. Ook goed. Sorry. Een witte verpakking. Ook leuk. Zwarte. En voor wie is dit allemaal? Je mama zeker. Ja. Nou, heb je al wat voor mij dan? Ja. Ook al? Ja. Hoe doe je dat? Ik weet niet. Maar je moet niet alles gelijk aan je mama meegeven. Dat kan. Nee. Maar nee. Want je moet ook inpakken. Het scheelt met inpakpapier. Nee. Het is arbeid. Als ik moet inpakken, moet je het zeggen. Want dat vind ik leuk. Oké, mag je het inpakken voor mij. Zo, jongen. Mijn hemel. Ja, dus deze, daar hebben we er 2 van. Van die rode hebben we 3 verpakkingen van. Ook handig. Deze. En ik heb deze dingetjes gehaald. Beide Action. En nee, we worden er niet voor gesponsord. En deze hebben we bij de Zeeman vandaan. Ja. En dan vraag je van waarom zoveel, 2 zakjes. Het is handig. Very handig. Ja. Maar waarvoor gaan we niet zeggen, want dat is ons geheimpje. En wil je het geheimpje nou weten? Zet het even hieronder. Ja. En Rodi heeft 2, 4, 6, 8, 10 marsepein gehaald. En ik ga er even eentje jatten. 2 nog zelfs. Allebei inpakken. Voor? Voor jou. Dat is eigenlijk veel te zoet, hè, voor mij, hè? Ja. Daar is ik al 1. Neem maar 1 en neem ik de andere. Oké. Is goed. En dan roomboter pakketstaaf. Oh, lekker. Ja. En gevulde speculaas. Dit. Ja. En dat heeft hij bij net bij de Hoogvliet gehaald. En deze bij de Action. Heb ik er 2 bij. Ja, dat is waarschijnlijk en dat er iemand gevonden is. Dat zou zo maar kunnen. Nee. Nee? We hebben mevrouw nog niet aangetroffen. Mocht u haar zien, dan horen wij het graag. Bedankt voor het meekijken. Je hebt hetzelfde. Ik heb hetzelfde. Ja. Ja. Ha, 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 ha. Dus dat is onze shop. Shop. Shopvlog. Shopvlog. Blog. Shop, vlog, weet ik het. Vlog. Dat is helemaal prima. Nee, maar omdat ik dus een nieuwe fiets heb, wat jullie al hebben kunnen zien in de vorige vlog,
ga ik dus mijn eigen sleutelhangers maken. Dat vind ik leuk. Zo, top, helemaal goed. Hoort er ook bij. Hij heeft echt zoiets van, meid, waarom doe je dat? Ja, dat vind ik leuk. Oké, jumbo, action. Ja, maar dat is niet een van de jumbo van nu. Ik snap even nou niet waar die andere ding is. Maar oké, maakt niet uit. Ergens zijn. Moet ergens zijn. Ja, maar waar? Weet ik niet. Zo, het is hier wel heel erg donker, mensen. Ja. Zo, nou niet meer zo wat. Nee. Ik zal nu een stukje dichterbij gaan halen. Ook leuk. Ja. En jou zal ik even op geluidstil doen. Rust, zegt hij ook nog. Ja, ja. Nou. Dit is niet leuk, nee. Nee. Zo. Ja. Ik net en door de bocht. Geweldig. Nat. Nee. Ben ik hier aan het knuffelen? Met. En met mijn grote meid hier. Wat zeg ik tegen haar? Ja hoor, Loffie, ik hou ook van jou. Ja. Dit is geen Loffie, dit is Lady. Loffie ligt namelijk. Ja. Tja! Maar Loffie is altijd een knuffel bij mij. Ja. En zij is donker. En zij is nogal donker. Dus ja, zoveel verschil zit er niet in. Hè? Nou ja. Je bent warm, meisje. Nee, je bent warm, hè. Jij bent warm, hè. Hé, kom dan. Ja, kom dan. Kom dan. Kleine hondjes en die worden grote hondjes, hè. Over hoeveel dagen nog? Het is nou 4. Dus dat is 22 dagen nog. Ja, 3 weken per dag, hè. Ja. En dan word je alweer een jaar. Je wordt oud. Kom dan. Kom eens bij mij. Heel even, kom eens hier. Heel even. Ja. Kom dan. Is het goed? Hé, Wim. Wat gaan wij doen? Ga kijken daar. Ga kijken. Een hele goede avond, middag, ochtend. Ochtend, middag, avond. Nacht. Middag, nacht, avond, overdag. Ja. Hi allemaal. Hey. Ik ben Karen van der Werf. Ik ben Roderick Staalman. En ik ben bijna Karin Staalman van der Werf. En jij bent bijna mijn vrouw. Ja, precies. Ja, ja. Wat willen we eigenlijk jullie vertellen? Iets heel leuks. Want ja. Wij hebben op 11 december een leuk feestje. En daar hebben wij niets minder dan mensen uitgenodigd. En dat is de volgende vloggers. Ja, we beginnen, hè. Rijkiesbrand, de Hummeltjes, Vloggen met Ellen en de Pento's hebben we uitgenodigd. Ja. Dus wil je nou een hele leuke vlog zien? Ik zou zeggen, abonneer je dan op deze kanalen, op die van ons. Alle 5. Dus die van ons. Vloggen met Karin Roderick. Met Mr. en Mr. Love. Rijkiesbrand.
de hummeltjes, vloggen met Ellen en de bento's. Dus gewoon lekker doen. En dan heb ik binnenkort een hele unieke vlog over trouwen. Een hele goede dag allemaal. Goeie avond. Ik ben Karen van der Werf. En ik ben Rolik Staal. Wij gaan binnenkort trouwen. Is dat zo? Nou, binnenkort niet, nee. Duurt maar even. Oh, gelukkig, hè. Het is niet morgen. Maar dan word ik dus Karin Staalman van de Werf. Schrik. Oeh. En hoe ga jij heten dan? Ik ga niet Karin Staalman van de Werf heten. Maar? Roderick Staalman van de Werf. Misschien wel. Kijk. Eventueel, optioneel. Ja, precies. Maar, ook daar hoort bij ons weer, heel leuk, een feest. Een feest, is dat zo? Ja, toch wel. Want? Waarom, waarom nou weer een feest dan? Dat is leuk. Ik wil even lekker feest, even partyen. Ja, en maar wij zijn toch ook zo gek als een deur en dat we dus vloggers uitnodigen? Ja, tuurlijk. Is dat zo? Ja. Waarom gaan wij dan eigenlijk vloggers uitnodigen dan? Nou, dan heb je dus een multivlog. Dus kan je meerdere kanalen hetzelfde zien. Dat is leuk. Of juist niet dat en dat heel veel hoeken anders zijn. Ja, we zien maar het, waarom gaan wij dan vloggers uitnodigen op en op onze bruiloft? Dat is leuk. Zij zijn op hun geabonneerd, dus zij bij ons. Ja. En ja. Dat is dan gezellig. Toch? Ik weet het niet. Ik ken ze niet. Ik heb ze ook nooit gezien. Alleen in de vlog. Oeh. Dat wordt allemaal heel spannend. Ja. Ja. Maar hoe gaan we dat aanpakken dan? Nou, gewoon uitnodigen, zien wat er gebeurt. Neem gewoon hun camera's mee. En hebben we dan hun al uitgenodigd? Ja, toch? Dat wel. Dan ben ik vergeten mensen de kaart uit te sturen. Oh! Schandalig. Eigenlijk wel. Dat is heel erg. Vergeet de kaart uit te sturen. Oh, wat doen we dan? We gaan een vlog opnemen, iedereen uitnodigen. Nou, niet iedereen. Ja, goed, iedereen die wij willen. Ja. Hebben, graag erbij hebben. En dergelijke, dus. Ja. Kunnen we wel doen. Onder andere. Rijkersband. Ja. Die willen we sowieso, dat is leuk. Ja. En de twee moeders en met de twee zoons. Ja, de hummeltjes. Ja, met Hendry en Anne Vera en... Matthias, Joshua, mag ik niet liegen, Deborah, Savanja en... Henry. Nee, Savanja en... Abigail. Ja, hey. En dan... Vloggen met Ellen. Ja. Nee, yeah. En dan de bento's. Ja, helemaal goed. Dan hebben we er alle vijf, toch? Ja. Ja. Zijn met z'n zessen. Ja, zes vloggen. Nou ja, en dan mijn mama, sowieso, ja, want dat is ook een vlogger. Ja, Harrit. Die vlogt ook, dus acht. Ja. Maar we weten niet zeker of Harrit er is, maar ik hoop het wel. Dan zijn er weer zeven, maar misschien acht. Is leuk. Nou, dat wordt een lekkere drukke vlogdagje voor de mensen. Maar dit gaat leuk. Hey, dat gaat leuk worden. Judoka? Ja. Judoka ben je toch? Ja. Jan Jodoko, ja. Kwak, 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 kwak. Kwik, kwak, kwak. Kwik, kwek en kwak. Ben je kwakkelientje? Ja, precies. Dus, wij zijn dus nog sowieso niet getrouwd. Nee. En ook nog niet gescheiden, maar we zijn nog wel bezig met scheiden. Ja, afval scheiden. Ja, precies. Dus ik ben nog steeds Karen van der Werf en dat is... Roderick Staalman. Ja. Dus, wil je ons... leuke trouwvlog zien, dan zouden we zeggen, abonneer even op 5, 6, 7 kanalen. Misschien wel. En dan zetten we ook de links hieronder, dan zetten we ook de links even gelijk naar de mensen toe die deze vlog ook in hun vlog willen hebben. Ja. Dat is wel handig. En dan word je gevlogd door de vloggers. Leuk. Ja, precies. Dus. Om het ingewikkeld te maken. Ja, leuk toch? Ja. Dus. Ja, inderdaad. Vlog je volgers of volg je vloggers? Ja. Vlog de vloggers of volg de volgers? Ja, geen idee. Nee. Dus we houden het spannend. Zeker. En tot snel weer.
Wat is nou het leukste om je eigen vent te gaan pesten? Nee! Gewoon liggen! Ga liggen! Nee, ga liggen, kom. Ja, die ook. Normaal liggen, wat je net ook lekker deed, kom. Dat is niet lekker. Want? Omdat ik aan het filmen ben? Ja, ben je aan het irriteren. Je leuke liedjes die je gaat irriteren. Dank je. Ja, doe maar. Ik heb een heel leuk liedje en dat gaat jou niet irriteren. Nee, ik heb een heel leuk liedje en ik hou van jou. Ik heb een heel leuk liedje. Nee! Ja. Ik heb een heel leuk liedje en ik hou van jou. Nou, doe even normaal, joh. Panisch kind. Ja, altijd. Kiep op! Nou! Ja. Nou! En jou is even kiep. Nou is niet werkbaar, wat lekker op zijn tijd. Ik heb een heel leuk liedje en ik hou van jou. Ik heb een heel leuk liedje en ik hou van jou. Ik heb een heel leuk liedje en ik hou van jou. Nee, los nou, ik doe niks. Nee, ik heb een heel leuk liedje en ik hou van jou. Nou, doe normaal joh, je doko. Kwak. Kwik, kwek en kwak. Nee, je moet eens een keertje liggen om te ontspannen. Je zit bij haar te kietelen. Dat is leuk. Ja, kom maar. Ik heb een heel leuk liedje en ik hou van jou. Kietel. Ja, mensen, ik hou van hem. En ja, kinderen van school en wij zijn een stelletje. Ongeregeld. Stelletje ongeregeld. En wat meester Roderick al zegt. En bij deze ga ik ook mijn vlog. Nee, laat afsluiten. En vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Aan welke kant dan ook. Maakt niet even niet uit, want dat gaan we toch wel goed doen. Laat een leuke reactie achter en deel onze YouTube-kanaal. Ja, goed dan. Kanaal! Oh. En doe dat belletje aan, leg op de hoogte. Ja, precies. Dat zegt deze Doko kwak, kwak, kwikken, kwak. En dan zouden we zeggen, dankjewel voor het kijken en tot morgen. Joehoe!